Goed nieuws. De asielcrisiswet gaat er gewoon komen. Deze asielwet gaat ervoor zorgen dat uitgeprocedeerde illegale asielzoekers per direct Nederland uit worden gezet. Mensen ervaren natuurlijk zo in het land, hè? Ik bedoel, we hebben het over de woningnood, hebben we. We hebben problemen in de zorg, de hele strafrechtketen die lopen vast, de gevangenissen puilen uit. Mensen worden lastiggevallen op straat. Wat ik nu al zeg, kijk, we willen de instroom beperken, de doorstroom moet beter en de uitstroom moet beter. Dus ook mensen die hier geen recht hebben op verblijf, die moeten zo snel mogelijk terug naar het land waar ze vandaan komen. Maar ook gaat dit ervoor zorgen dat er strenge grenscontroles komen. Dat het voor nieuwe asielzoekers veel moeilijker wordt om voet aan de grond te krijgen in Nederland. Geen spreidingswet. En ook nareizigers kunnen de rambam krijgen. En verder geen voorrang meer. Geen voorrang meer op woningen en geen budgetten meer om huizen in te richten. Dit terwijl veel Nederlanders op een houtje moeten bijten en noodgedwongen in de auto moeten overnachten. Het is afgelopen met dat linkse gepemper. Dit is Nederland, geen allemansland. En Nederland wordt zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor asielzoekers.